Er gaat heel veel mis bij de Achterhoekse sociale dienst Laborijn. Mensen gaan alleen maar achteruit. Ze worden of geestelijk gewoon monddood gemaakt of lichamelijk. Zo was de situatie 2 jaar geleden. Inmiddels is er binnen de organisatie flink wat veranderd. Dat merkt ook Bianca, die werkt bij Laborijn, maar ook lid is van vakbond FNV. Het is niet meer van, oh, dan moet dat gebeuren. Nee, het is, wat zou jij dan willen dat ik voor je doe? Ik moet zeggen dat dat een hele verademing is. Juist dat vertrouwen in dat mensen zelf stappen willen zetten, ook zelf eigenlijk richting werk willen, als dat ook mogelijk is. Ja, dat uitgangspunt is heel sterk bij Laborijn de drijfveer geweest om ook met de mensen in gesprek te gaan. En dat vind ik de grootste verandering die ik gezien heb. Daardoor zijn de afgelopen 2 jaar ruim 200 mensen in Doetinchem door intensieve begeleiding vanuit een uitkering naar een betaalde parttime of fulltime baan geholpen. Een van deze mensen is Ali. Hij raakte dakloos, kwam terecht in de dagbesteding, maar kwam door een traject ondersteund door Laborijn terecht bij een hoveniersbedrijf waar hij nu aan de slag kan. Ja, ik vind het gewoon prima werken. Ik vind het echt heel prima werken. Ja, die vind ik wel echt te blijven om die dingen te doen. We hadden vooraf een aantal doelen gesteld. Natuurlijk vooral doelen op het gebied van de tevredenheid van de mensen zelf. Dat ze die stappen ook konden zetten. En dat hebben we ruim gehaald. Dus ik ben daar heel blij mee. Vaak weten mensen gewoon zelf niet hoe ze het moeten doen. En is net dat antwoordje wat jij kunt geven, is misschien wel voldoende om iemand weer naar werk te begeleiden.